We hebben een instrument ontwikkeld waarmee het skills-based matching van beroepen mogelijk is. Dat wil zeggen dat je op basis van een bepaald set van competenties, vaardigheden, taken, werkervaring enzovoorts kijkt naar welke andere functie daarop lijkt. Je kijkt dan eigenlijk veel breder dan alleen naar een cv of een diploma of een behaalde opleiding. En dat geeft je de mogelijkheid om voor mensen in bepaalde krimpende functies waar naar verwachting minder werk is in de toekomst te kijken waar die nu een overstap naartoe zouden kunnen maken. We zien een grote toename in mobiliteit als je het vanuit een skills-based perspectief bekijkt. Zo zagen we in 2020 voor maar 1% van alle banen geen overstapmogelijkheid, maar voor 99% dus wel. En gemiddeld betekent dat 33 opties voor een werknemer, waarvan 15 zelfs met een toename in salaris. Dit instrument is ooit ontwikkeld om de gevolgen van digitalisering en automatisering op de Nederlandse arbeidsmarkt in kaart te brengen, maar blijkt nu ook uitermate geschikt om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt op te vangen. Zo zijn we door de werkgevers van Schiphol gevraagd om het instrument te gebruiken om naar kansrijke overstapmogelijkheden te kijken voor de vele duizend mensen die ze moesten ontslaan en aan een nieuwe werk helpen. En als je dan kijkt naar een sector zoals energie, waar je in het kader van de klimaattransitie heel veel tekorten hebt, dan is er heel makkelijk een win-win situatie te creëren doordat je nu een vliegtuigmonteur de kans kunt geven om straks als monteur elektriciteitsnet aan de slag te gaan. Op dit moment zijn er 2 pilots gaande om de inzetbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van het instrument te testen. En we zijn ook aan het kijken of het instrument onderdeel kan worden van de regionale mobiliteitsteams die opgericht zijn in de 35 arbeidsmarktregio's in het kader van het coronasteunpakket.